Waarom ik tegen het vaders wil vechten. Ik heb nog wat goed te maken. Ik heb verloren van hem, zo'n 2 jaar terug. Daarna heb ik heel lang op een rematch geaast. En die kwam maar niet. Totdat de heer van de Fusion in Den Haag, Fight Sense, hem geregeld hebben. Dus zodoende. Hij mag voor mij elke dag van de week in zijn achtertuin vechten. Ik denk dat ik 9 van de 10 keer toch win. Klopt inderdaad, Den Haag is mijn tweede thuis. Ik voel geen druk, niks. Ik zie het gewoon als een andere partij. En meer ook niet. Het is weer eentje die ik moet hebben. En klaar. De rest maak ik me er niet druk om. Eigen terrein of geen eigen terrein, ik zie daar helemaal niks in. Dat is geen voordeel voor hem, vind ik. Al vecht je bij mij in de achtertuin, in zijn achtertuin, waar dan ook. Vecht is vechten. En wanneer de bel gaat, is het maar tussen ik en hem. En niet zijn achterban, niet mijn achterban. Dus ja, dat is het. Het mag me niet overkomen wat me laatst overkomen bij hem. Nee. Dat vertik ik. Een partij voor die tegen mij stond. 2015 volgens mij. Hij sloeg die Moses toch eruit. Daarna gaat hij bij mij liggen. Dus. Ja. Ik denk wel dat hij licht over nadenkt. Als ik hem zo bekijk. Goed. Ik kan het wel begrijpen. Hij heeft van me gewonnen. En voor hem op een mooie manier. En dan kan ik wel begrijpen dat iemand toch wat relaxter wordt. Maar hij heeft het mis. En 29 april gaan we het zien. Kijk, ik heb wel van hem gewonnen. Maar weet, ik zie gewoon elke partij anders. Weet je, hij zal gebrand zijn om voor mij te winnen. Wat sowieso niet gaat lukken. Maar ik acht hem een slimme persoon. Dus hij zal sowieso wel met een aanpassing komen. Maar daarentegen ben ik nog slimmer. En ik ken op elk geval, elke vechter kan ik aanpassen. Dus weet je, ik benader elke gevecht anders. Dus het staat wel 1-0, maar wanneer de bel gaat, is het gewoon weer ik tegen hem. Ja, hoe ik het ga doen? Doordenken het vechten. Niet erop losknallen. En dat heb ik vorige keer wel gedaan. En ja, het resultaat kennen we allemaal. Ik was te agressief en dat is gewoon mijn grote fout geweest. En ik ben nooit zo. Ik ben altijd van het lolletje maken. Dat weet je van mij. Maar dat lolletje in de ring. En die keer niet. En ik sloeg hem aan en ik weet niet wat ik deed. Ja. En het gebeurde. En dat gaat me gewoon niet nog een keer gebeuren. Dat vertik ik. Het is mijn titel. Het blijft mijn titel. En nee. Hij is voor mij. Punt. Ik ben nu op een niveau dat ik mezelf beter vind dan hun allemaal. Dus ook 29 april ga ik dat ook gewoon weer laten zien. Dat ik gewoon beter ben als al die vechters waar ze mij nu tegen willen zetten. Weet je, ik bouw aan mijn nalatenschap. En dan moet je gewoon dat soort vechters gewoon vernederen. Weet je. Hij heeft nu de titel. Die wil ik gewoon van hem afpakken, klaar. Met elkaar de tent lokken vind ik, dat doen we pas in de ring. Als we midden in de ring staan, dan gaan we elkaar uit de tent lokken. En wat daaromheen gebeurt, ja, daar haal ik mijn schouders voor op. Mo, ik heb eigenlijk helemaal niks te zeggen tegen jou. Weet je, jij wil revenge, ik wil jouw titel. Klaar. Het staat 1-0, het wordt gewoon 2-0.